Welkom bij Gemeente 18. Ik praat elke week met een partijvoorzitter en twee Vlaamse parlementsleden die ook lokaal hun kans wagen. Vandaag is Open VLD te gast. Dag dames en heren, bij mij aan tafel Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open VLD, en de twee Vlaamse parlementsleden Bart Somers, ook burgemeester van Mechelen, en Lydia Peters, burgemeester ook, maar dan van Tilsen-Stockholm. Welkom in onze studio. Ja, mevrouw Rutte, we zitten hier bij twee burgemeesters. Uw partij heeft er 70 in totaal, waarvan, van wie twee in de zogeheten centrum. Steren, wat is de ambitie? U wil er meer leveren? Ja, we zijn een hele positieve partij. Partij van doeners. En u hebt het gezegd, twee hele goede burgemeesters hier aan de tafel. Ik heb gezegd twee burgemeesters, hè. U maakt er twee goede van. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ze zijn echt uitstekend zelfs. Eentje is zelfs de beste burgemeester van de wereld. Allee, die titel heeft hij vorig jaar gekregen. Ja. En we zijn ook gaan kijken. En ik moet zeggen, meer dan verdiend. Maar het punt dat ik wil maken is, het zijn er twee. Een centrumstad en een meer landelijke gemeente, mag ik toch wel zeggen. Het is een stad, heb ik vernomen. Het is een stad. Een landelijke stad dan. Ja. Hè. Maar ze staan symbool voor alle anderen ook, hè, want we doen het echt overal goed. En de ambitie voor de centrumsteden is heel duidelijk. We zouden graag van 2 naar 4 burgemeesters willen gaan. En we willen in die centrumsteden en grote steden ook minstens in de helft mee besturen. Ja, en waarom zouden mensen liberaal moeten stemmen op gemeentelijk vlak? Wel, omdat wij doeners zijn, hè? Positieve mensen die de handen uit de mouwen steken en dingen realiseren. Het voorbeeld van Mechelen is heel concreet. Wie daar gaat kijken, wie daar 10 jaar geleden was en vandaag gaat kijken, die gelooft zijn eigen ogen niet. En dat is in Mechelen zo, maar dat is in elk van die andere steden en gemeenten waar liberalen aan het roer zitten. Wij kiezen voor gezonde groei. Gezond wil zeggen dat het de moeite waard moet zijn om daar te leven, dat je proper lucht hebt, dat je groen hebt, dat het aangenaam is, maar ook groei. Het mag welvarend zijn. Het mag ook economisch vooruit gaan. En die unieke combinatie, ja, dat zijn positieve, ja, blauwe mensen. Waarom mensen liberaal zouden moeten stemmen op gemeentelijk vlak, Lydia Peters, is omdat ik me soms afvraag, als je gemeente bestuurt, ja, dan kan je toch alleen maar besturen. Bestaat er een liberale manier om afval op te halen, om straten en pleinen proper te houden, om kinderopvang te organiseren? Zou een liberaal dat op een andere manier doen dan een socialist of iemand van groen, ik zeg maar iets? Je kan het toch alleen maar doen, hè, om het dan met jullie slogan te zeggen? Wij willen het zeker doen en wij zijn ook een partij van doeners. En ik denk toch wel dat er een duidelijk verschil is tussen onze partij en andere partij. Hey, ik voer nu 18 jaar het beleid. En hoe ga je liberaal afval ophalen? Ik zeg maar iets. Ja, afval halen is nu misschien een iets minder goed voorbeeld. Maar als ik zie dat sommige partijen vooral heel veel subsidies willen toekennen voor alle kleine akkefietjes, daar waar wij vooral zeggen, stimuleer mensen, laat mensen spontaan iets op een andere manier doen. Geef hun betrokkenheid, zorg dat ze verantwoordelijk zijn. Dat is een heel ander verhaal. Ook het verhaal van altijd maar, je kunt alles geld uitgeven, maar je moet ook soms de tering naar de nering zetten. We hebben allemaal een moeilijke financiële periode achter de rug. En desondanks moet ik nu zeggen dat mijn gemeente, en dat geldt niet in alle gemeentes bij ons in de buurt, dat wij een zeer gezonde, een financieel gezonde gemeente zijn en toch heel wat investeringen. Ik wil straks nog hebben over de centen die door een gemeente of een stad worden beheerd. Maar goed, ik hoor u zeggen, geen subsidies toekennen, dat is een liberale manier om aan de slag te gaan. Zijn er nog andere manieren die typisch liberaal zijn op gemeentelijk vlak? Misschien heel eventjes voor alle duidelijkheid, ik zeg niet te koer geen subsidies. Er zijn ook een aantal dingen waar wel een subsidie voor kan uitgekeerd worden. Dat voor maar de liberale klemtonen, dat is de vraag. Ja, de klemtonen is van wij nemen de koe bij de horens en wij zorgen dat er vooruitgang wordt gecreëerd. En dat op alle vlakken. En ik denk, als ik bij ons kijk naar heel het ambtenaarpersoneel, zij waarderen over hoe wij de voorbije 18 jaar beleid gevoerd hebben. En ik denk dat die waardering een bewijs is dat wij dat op een goede, ordentelijke manier doen, ook op een objectieve manier. Voor ons is iedereen gelijk, we betrekken iedereen erbij. En iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid om te doen wat hij moet doen. Ja. En, Bart Somers, lokaal besturen betreft ook samenleven natuurlijk, ook met mensen van een andere origine, met een andere religie of misschien zelfs helemaal geen religie. Vult u dat liberaal in? Ik denk het wel. En heel consequent, omdat... Mag dat dus concreet? Mijn stad bestaat uit mensen, niet uit gemeenschappen. Ik ga naar het individu kijken en elke mens is verschillend en kan een meerwaarde zijn voor een stedelijke omgeving in de mate dat je appel doet op zijn verantwoordelijkheden, maar ook kansen biedt aan iedereen. Dat is een heel andere benadering dan soms ter linker en ter rechterzijde wordt gevoerd, waarbij men een stad opdeelt in ghetto's, gemeenschappen die men dan gaat bepamperen of gaat veroordelen. Hè. Links gaat vaak bepamperen, rechts gaat dan vaak die mensen in de hoek duwen. Wij proberen juist mensen te emanciperen.
U klinkt bijna als een centrumpartij zo. Ik klink als een liberaal die naar het individu en naar de vrijheid gaat van iedereen. Ja. En die elke mens respecteert en niet herleidt en tot één identiteit en in een doosje stopt, daar een etiket op kleeft. Dat is helemaal antiliberaal. Een liberale partij is die elke mens naar zijn waarde acht en naar zijn waarde schat. Ja. Nu, er was een journalist-opiniemaker van een Vlaamse krant die vorige week uw model heeft geloofd. Het inclusieve model van Bart Somers, zei hij. Maar hij vergeleek het dan met pakweg het model van Groen. Philippe Attey met zijn circulatieplan heeft nu iets wat hij kan exporteren naar andere steden en gemeenten. Is dat model van u ook te exporteren? Ja, ik zie bijvoorbeeld wat Vincent van Krikkenborden in Kortrijk doet. Als Foca zegt dat de twee beste steden om te investeren Kortrijk en Mechelen zijn, dat is toch wel merkwaardig dat net in die twee steden liberalen de burgemeester leveren. Ja, als je kijkt naar economie bezig natuurlijk. Ja, maar ik geef een ander voorbeeld. Kinderarmoede is in alle steden gestegen. Behalve in Mechelen, daar is ze gedaald. Het was het tweede hoogste toen ik burgemeester was, vandaag het derde laagste. In alle andere steden verdubbeld, verdriedubbeld, verviervoud, met liberale recepten. Waarom? Niet pamperen, maar mensen nieuwe kansen geven. Mensen niet in de steek laten, mensen aanmoedigen om verantwoordelijkheid op te nemen, hen begeleiden, maar ook op hun verantwoordelijkheid wijzen. En dan zorg je ervoor dat armoede kan dalen. En dat is een typisch liberale benadering. En die kan evident ook in andere steden worden overgenomen. Dat inclusieve model, ik kijk naar mensen, niet naar gemeenschappen. Is dat te exporteren? Is dat even goed te exporteren dan schone lucht verkoopt? Hè? Ja, absoluut. Of veilige wijken verkoopt ook een andere partij. Dan kan je dat met jouw model ook? Ja, er is zelfs heel veel internationale belangstelling voor, omdat dat een hoopvolle benadering is. Hè. En vandaag, in een landelijke stad, kijkt u naar Mechelen? Zijn er dingen die u overneemt van Bart Somers? Ja, er zijn zeker een heel aantal goede recepten die men in Mechelen heeft. Nu, bij ons is het verhaal van de allochtonen iets minder als in Mechelen bijvoorbeeld. Maar ja, ook bij ons leeft dat inderdaad. Ja. Ja. Nu, mevrouw Rutten, uw partijgenoot Flip de Bakker die haalde vorige week uit naar Bart de Wever. Hij is emotioneel ongeschikt om Antwerpen te leiden. Want hij polariseert, heeft hij eraan toegevoegd, als hij het heeft over Berbers. Als je het heeft over de Joodse gemeenschap die dan beter geïntegreerd zal zijn of waar minder last mee zal zijn. Als ik Bart Somers hoor zeggen, ik deel niet op in gemeenschappen, heeft Flip de Bakker dan een probleem om in Mechelen partners te vinden voor dat model Somers? Om het zo te zeggen? Ja. Wel kijk, ook in Antwerpen hebben we de voorbije jaren bestuurd en ook wel hele goede dingen gedaan. Hè. Heel vaak worden er dingen uitvergroot en zet men het model Gent tegenover het model Antwerpen. En ik denk als je in de feiten gaat kijken, zeker op het vlak van mobiliteit, dat verschilt zoveel niet. Auto's moeten uit grootsteden weg, lucht moet gezonder. Ik kom dadelijk tot u. Ik wil zeker punt. Over mobiliteit maar hebben, hoor. Ik kom er dadelijk tot, maar het zijn liberalen die ervoor zorgen dat het in beide gevallen op een hele pragmatische manier, ook met respect voor de handel en de bewoners, gebeurt. Wat het verschil is, en er is zeker een verschil, iedereen heeft zijn stijl natuurlijk. En als je kijkt naar wat Bart doet en waar we proberen van elkaar te leren allemaal, zorg je ervoor als burgemeester, man of vrouw, om iedereen aan bod te laten komen. Dan moet je, heb je een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen in die stad telt. Iedereen heeft een beetje zijn eigen toon, maar dat is wel de verantwoordelijkheid die je draagt. Maar heeft Philippe de Bakker dan gezegd, Bart Wever schiet tekort wat dat betreft? Dan moet je aan Philippe de Bakker vragen. Mij gaat het erover dat je als je een stad wil leiden en wil sturen, dat je vooruit moet kijken en dat je eigenlijk de vraag moet stellen, zoals je dat ook voor een land moet doen, wat voor een stad willen we zijn? Wat voor een land willen we zijn? En er zijn vandaag heel veel voorbeelden die maken hoe belangrijk die vraag is. Willen we een land zijn of een stad zijn waar mensen met getrokken wapens tegenover elkaar staan, waar geen normaal debat meer mogelijk is, waar iedereen klaar staat om elkaar een lap te verkopen? Of wil je een stad zijn waar iedereen zegt, kijk, we verschillen misschien van mening. Sommige mensen zijn meer rechts, anderen zijn meer links. Maar we luisteren naar elkaar, we pakken de goede recepten eruit en we realiseren dingen. En dat is zo typisch voor liberalen als een stad besturen. Ja. Het is niet mijn stijl om uit te halen naar anderen. Het zou een beetje raar zijn van dat nu te doen. Maar mensen moeten zich wel gedaan, natuurlijk. Nee, kijk, iedereen zit in zijn eigen stad, in een eigen kiescampagne. Ook dat hoort erbij. Ja. Maar de fundamentele vraag die we ons moeten stellen en die iedereen zich moet stellen, wat voor een stad wil je, wat voor een gemeente wil je, wat voor een wijk wil je? Ja. En wie zijn de beste mensen om dat mogelijk te maken? Ik hoor Bart Somers zeggen, ik wil een inclusieve stad. Dat staat veraf van wat we afgelopen week gezien hebben. In de Pano-reportage, waar een aantal mensen zich geuit hebben als wij zijn die inclusieve samenleving niet genegen. Ja, heel confronterend. En dan zie je dat eigenlijk vandaag politiek engagement niet vrijblijvend is. Vandaag moet je echt opkomen voor de kernwaarden van onze samenleving. Die mensen van Schild en Vrienden beweren dat ze opkomen voor ons beschavingsmodel, maar eigenlijk zijn ze het hele tijd aan het bestrijden. Ze zijn seksistisch,
Ze hebben geen respect voor mensen met een andere huidskleur. Ze verheerlijken geweld. Ze hebben totalitaire ideeën. Kortom, het zijn, zoals mijn voorzitter, zoals Gwendoline terecht heeft gezegd, eigenlijk zijn dat fascisten VMO in maatpak. En daar moet je even kordaat tegen zijn als tegen andere vormen van extremisme. En dat maakt ons net zo bijzonder dat wij in de frontlijn staan van het verdedigen van de vrijheid en de humane waarde van elke persoon. Dat is de kern van het liberalisme. Ja. En dus is het ook niet verwonderlijk dat wij als eerste daar sterk op reageren. Ook toen het islam-extremisme bestond, hebben wij ook heel duidelijk stelling genomen. Ik heb in mijn stad ervoor gezorgd dat niemand naar IS is gegaan. Ik heb geprobeerd onze kinderen te beschermen tegen dat extremisme. Vandaag moeten we opnieuw kinderen beschermen tegen het extremisme van die identitaire denkers. Dat uitwassen van dat extreem nationalisme. Dat is een gevaar dat even bedreigend is als welke andere vorm van totalitair denken ook. Lydia Peters, zijn dit problemen, thema's die in de grotere steden leven of ook in landelijke gebieden? Bij ons leeft dat minder, maar bij ons in de aangrenzende gemeente bijvoorbeeld, daar is ook het probleem, de stad Mazeik, daar is ook het probleem van de radicalisering en dergelijke, dus daar leeft dat wel. Bij ons specifiek in onze gemeente niet. Maar desalniettemin gaan wij zeker ook voor die inclusieve gemeenschap, en dan heb ik het sowieso ook over mensen die iets lager op de maatschappelijke ladder staan, die willen ook overal bij betrekken. Dus het gaat altijd telkens om, elk individu moet mee in de boot, moet mee op pad en proberen te betrekken bij alles. Als nog één ding mag zeggen, waar het grote verschil is tussen ons en de anderen, sommige anderen praten alleen maar over de problemen. Wij zorgen voor oplossingen. Ja. Mijn stad Mechelen is een verhaal van hoop. En vandaag proberen anderen wijs te maken dat het niet kan lukken samenleven. Wij tonen aan met liberale recepten in Mechelen dat het wel degelijk kan. Ja. En dat is heel belangrijk, dat er optimisme en positiviteit is die mensen in een positieve manier doet meewerken aan de toekomst. U doet dat in Mechelen in een coalitie waar ook Groen deel van uitmaakt. U staat op één lijst met Groen. Ik kan me voorstellen dat in andere steden en gemeenten mensen dit een beetje bizar vinden, want heel veel kartels waar Groen deel van uitmaakt zijn kartels met de SPA. Hoe werkt dat? Daarom zijn het ook gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dat is een lokale uitdaging met de lokale spanningsvelden die er zijn. Wij samenwerken zit in de genen van liberalen. Ja. Wij moeten dat sowieso doen na de verkiezingen met anderen. Ik lees onder meer in de Standaard dat die samenwerking met Groen ertoe geleid heeft dat in Mechelen bijvoorbeeld al een soort van lokale betonstop is ingevoerd. Woonuitbreidingsgebieden niet worden aangesneden. Mevrouw Peters, u heeft zich in het Vlaams parlement al vaker een koele minnaar getoond, hè, van die betonstop die de Vlaamse regering dan wil invoeren. Om reden dat ik vind dat niet de Vlaamse regering moet opleggen waar of op welke plek moet die betonstop er komen. Waarom de burgemeester van Mechelen, de burgemeester van Duttenstokken? Ja, maar als de burgemeester van Mechelen zegt, bij ons moet er een betonstop komen omdat er te weinig open ruimte is, omdat er heel veel volgebouwd is, dan mag dat perfect. Maar daar vind ik dat echt de lokale autonomie moet spelen. Laat elk gemeentebestuur zelf in hun beleid bepalen, mag er nog op een welbepaalde plaats gebouwd worden, moeten we bepaalde bouwkavels gaan schrappen. Mogen we woonuitbreidingsgebieden nog ontwikkelen? Ja dan nee. Het is niet aan de Vlaamse overheid vanuit Brussel om te bepalen u mag dat en u mag dat niet. Nee, daar moet de autonomie van de lokale bestuur spelen. Dus anders uitgedrukt, als het van u afhangt, dan komt er geen betonstop op gewestelijk niveau? Ik zeg niet, we weten allemaal dat we moeten voorzichtig zijn met de schaarse ruimte die we hebben. We kunnen niet alles volbouwen. Lokaal moet men kunnen beslissen waar zijn de beste plaatsen om al dan niet nog iets te ontwikkelen. En soms heeft men woongebieden die heel slecht gelegen zijn en die men beter kan opheffen. En soms heeft men woonuitbreidingsgebieden die heel goed gelegen zijn en die men beter kan ontwikkelen. En specifiek voor de sociale woningbouw gebeurt dat vandaag de dag nog altijd. En we hebben ook nog altijd heel lange wachtlijsten op de sociale woningbouw. Dus wij pleiten echt voor een gedifferentieerd woonbeleid. Laat mensen zelf kiezen hoe en waar ze willen wonen. En dus geen betonstop van Vlaanderen van bovenuit die zegt daar mag je bouwen en daar mag je niet bouwen. Nee, lokaal is het aan de overheid om te bepalen wat u wil er iets aan toevoegen. Ja, als ik gewoon een voorbeeld mag geven. Hè. We zijn, en daar denk ik bestaat een grote consensus over. We willen meer open ruimte, we willen graag natuur, we vinden bos belangrijk, iedereen wil goed kunnen ademen. Dus daar moet werk van gemaakt worden. Ik geef het voorbeeld van hoe het dan niet moet. Hè. Toen de eerste keer de boskaart werd ingekleurd, toen werd er ergens in Brussel waarschijnlijk met goede intenties op een bureau een kaartje gemaakt en dat werd dan opgelegd. En als je dan op het terrein ging kijken, in een gemeente of in een straat of in een plein, dan bleek dat de gekste situaties te zijn. Het heeft denk ik 3 dagen geduurd voor het doorprikt werd dat die aanpak niet werkt. Dus het moet lokaal wat je moet doen is op zo'n moment gaan vragen aan burgemeesters, aan mensen die lokaal aanwezig zijn. Weet ons eens te zeggen, waar liggen hier zonevreemde bossen die we zouden moeten beschermen? Zij kennen het terrein. De mensen die er wonen en die er leven weten waarom het gaat.
laat het hen gewoon doen en leg die stukken samen. En dus wij geven heel veel autonomie aan steden en gemeenten en we denken ook dat dat het model van de toekomst is en toch wel wat minder. Ja, laat het mij maar dan zeggen, de Vlaamse regelneverij die al te vaak om de hoek komt kijken. Ja. Ja. Laten we niet vergeten, het zijn ook provincieraadsverkiezingen, daar wil ik het straks nog over hebben. Dat is nog zo'n niveau dat daar dan tussen zit. Hè. Het is hier al gevallen, hè, de budgetten van de gemeente, de centen. Mevrouw Rutten, ik ben eens gaan kijken waar u vroeger nog heeft gewerkt. U heeft nog op het kabinet gewerkt van toenmalig minister van Begroting Dirk van Mechelen. Dat is een kabinetchef geweest, ja. Ja, die stond bekend om zijn focus op schuldafbouw. Hè. Hadden we de bankencrisis en de KBC niet moeten redden, dan was Vlaanderen dankzij Dirk van iets langer schuldenvrij geweest. Was Vlaanderen schuldenvrij, ja. Goed, hoe streng moet de gemeente zijn als het gaat om de centen die ze beheert? Wel, gemeenten en steden moeten vooral slim zijn. Ik bedoel, je hebt niks, en dat zal ook Dirk van Mechelen nu bevestigen, je hebt niks aan financiën in een gemeente die misschien goed op orde zijn als er niet geïnvesteerd wordt. Hè. Je moet de centen gebruiken waar ze voor nodig zijn en investeringen die komen ten goede van een gemeenschap. Als je kan zeggen en uitleggen aan mensen dat een plein helemaal opnieuw moet worden aangelegd, dat er parken worden voorzien, dat een straat, een winkelstraat, die echt helemaal is afgeleefd en grijs en vuil is, dat je daar opnieuw in investeert, dan betalen mensen best wel graag gemeentebelastingen. Hetzelfde telt voor sociale doelstellingen. Of voor onderwijs bijvoorbeeld, waar liberalen echt een lijn trekken. En Lydia heeft dat daarnet heel goed gezegd. Wij strooien niet rond met geld. Wij delen geen geld uit om de kiezer tevreden te houden. Centen moeten goed besteed worden. En eigenlijk is elke gemeente een beetje een publiek bedrijf waar je verantwoording moet afleggen voor elke euro die je van de belastingbetaler vraagt. Want, leg je klaar en duidelijk uit wat je ermee doet. Onze begroting die is op orde. In orde. Die is zeker in orde en ik wil erop aanvullen op wat onze voorzitter zegt. Van eigenlijk moet je je geld beheren als een goede huisvader. Als u thuis meer geld uitgeeft dan dat binnenkomt, dan gaat je op den duur problemen hebben. Wel, dat geldt voor een lokaal bestuur net hetzelfde. Wij moeten investeren, niet investeren, dan gaat je achteruit. Dat is ook niet de bedoeling. We willen geen verloedering, we willen geen straten die er heel erbarmelijk bij liggen en dergelijke. Dus je moet blijven investeren, maar je moet je ook niet vergaloperen. En wij hadden in het verleden een heel torenhoge schuld. Nu ook dankzij, want eer wie ere toekomt. Met mij bedoelt u Dilse Stockholm, hè? Met Dilse Stockholm, ja. Nu eer wie ere toekomt, dankzij Dirk van Mechelen, is er destijds het lokaal pact gekomen, waarbij al een heel deel van de schuld kon afgebouwd worden. Nu, wij hebben gestaag na gestaag heel wat belastingen afgeschaft en tegelijkertijd hebben wij ook de leningslast enorm getemperd. Wat hebben we wel gedaan? We hebben soms gronden aangekocht, ook andere gronden verkocht en zo eigenlijk een optimalisatie gedaan van de middelen die het stadsbestuur heeft en we denken dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Ja. En we hebben vandaag een gezonde financiële situatie. Ik zie u knikken, Bart Somers. Maar goed, ik lees in de krant. De schuldgraaf van Mechelen is de keerzijde van de medaille van zijn werk. De bulletleningen bijvoorbeeld. Hè. Vandaag betalen we een beetje rente. Maar goed, dat kapitaal, dat komt er ooit wel eens. Hè. We hebben de voorbije jaren heel bewust, heel sterk geïnvesteerd. Dat was ook absoluut nodig in onze stad. We hebben dat consequent gedaan. We hebben tegelijkertijd ook de belastingen verlaagd. En de volgende jaren, nu die grote investeringsslof achter de rug is, zullen die leningen jaar na jaar worden afbetaald. En dat is een keuze die wij gemaakt hebben. We hebben veel minder uitgegeven aan subsidies, aan personeel, daar hebben we op bespaard. Omdat Mechelen het echt nodig had om te investeren. En tegenover die leningen staan ook activa. Nieuwe gebouwen, nieuwe gronden die vandaag eigendom zijn van de stad. Dus een heel bewuste en volgens mij de juiste politiek. Je moet weten... U maakt zich geen zorgen over de schuldgraad? In minder dan 15% van onze ontvangsten gaat naar leningen en interestaflossingen. Klopt het dat het om bulletleningen gaat? Er is daar één bulletlening bij, dat is nog in steden gebeurd. En die is perfect geprogrammeerd om af te betalen. U moet weten, toen wij de onderneming van het jaar verkozen werden door Ernst & Young en Trends, was de expliciete motivatie om ons die prijs te geven dat wij in tijden van crisis als stad zijn blijven investeren. Dus als die economische krant en die economisch gezaghebbende prijs ons toekomt omwille van die reden, denk ik dat we een heel juiste keuze hebben gemaakt. Alleen gaan we de volgende jaren blijven investeren op een lager niveau en onze schulden mooi afbetalen. Ja. Nu, een ander gevolg van uw beleid is een toename van de bevolking, lees ik dan. Hè. Mechelen doet het goed, er komen mensen wonen, maar dat heeft natuurlijk weer gevolgen op het vlak van de mobiliteit. Ja. U bestuurt met Groen, als Christophe Calvo, die voor Groen in uw bestuur zit, zal zeggen, zij Somers, die Philippe Watté van ons, die heeft er een goed model in Gent, dat circulatieplan, maar dat werkt. Zouden we het niet invoeren in Mechelen? Wat zegt u dan? Eerst en vooral, wij voeren geen beleid om de bevolking te doen groeien. De bevolking groeit. Dat is een demografische realiteit. Goed, en wij juichen dat niet toe, maar wij nemen onze verantwoordelijkheid op en we zorgen ervoor dat een stad die groei op een goede manier aan kan.
Ten tweede, elke stad is anders en we hebben van niemand lessen ontvangen. Want wat Gent gedaan heeft deze legislatuur, hebben we 8 jaar geleden al gedaan. We hebben 8 jaar geleden al de knip gemaakt. Je kan al 8 jaar lang niet door onze binnenstad van de ene kant naar de andere kijken. Dus eigenlijk liepen we voor Gent voorop. En dat was een keuze die we met heel veel enthousiasme gemaakt hebben. Een stad moet een goed evenwicht vinden tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Wij gaan de volgende jaar erg inzetten op het nog meer promoten van de fiets. Maar tegelijkertijd gaan we ook zorgen dat in elke wijk voldoende buurtparkings zijn. Want er zijn nog altijd mensen die afhankelijk zijn van de wagen. Niet altijd, maar wanneer men afhankelijk is van de wagen, moet men ook van die wagen gebruik kunnen maken. Dus het promoten van de fiets, meer mensen overtuigen om met de fiets te gaan, is heel belangrijk voor de leefbaarheid. Maar we doen dat niet op een blinde manier. We hebben oog voor de realiteit dat senioren, mensen met kinderen, mensen die zich vaak moeten verplaatsen met de wagen, ook die wagen moeten kunnen blijven gebruiken. Dus een heel verstandige politiek die inderdaad inzet op duurzaamheid, maar niet in de clichés van links of van rechts terechtkomt. Ja, overigens in Gent is het ook de steun van de VLD gebeurd. Is mobiliteit een thema dat ook in landelijke regio's speelt? Want ja, we associëren files met de steden Gent, Brussel, Antwerpen, Mechelen. Maar goed, in een landelijke gemeente, in landelijke streek, Limburg, hebben jullie met mobiliteitsproblemen te kampen? Veel mensen denken dat we mobiliteitsproblemen hebben, terwijl ik eigenlijk denk dat we er geen hebben. Maar natuurlijk... Dan gaat het misschien meer over bereikbaarheid. Ja, 's ochtends aan de schoolpoort. We hebben een scholencampus waar 2000 leerlingen gelijktijdig op hetzelfde moment naar school gaan. En natuurlijk, er zijn er heel veel die willen compleet met de auto tot binnen de klaslokalen rijden. En dat kan natuurlijk niet. Je kunt geen 500 parkings maken voor de schoolgaande kinderen daar. Nu, we zijn daar aan tegemoet gekomen. We hebben een heel mooi centrumplein ontwikkeld met groen, met open ruimte, om zodoende eigenlijk toch te zorgen dat daar zuurstof is in die kern. De mensen moeten iets verder hun auto parkeren, willen ze met de auto komen. Maar hetzelfde als wat we ook in Mechelen doen, willen wij eigenlijk zoveel mogelijk promoten. Kom te voet, kom te fiets. En je heel het en laat die wagen nog even hebben. En staan. Laat de wagen staan. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk geen twee steden die helemaal hetzelfde zijn. Nee. Je moet altijd rekening houden met welke activiteiten. Maar het gaat natuurlijk bottom line ook wel vaak over de luchtkwaliteit. Hè? Natuurlijk, maar bottom line is dan hoe pak je dat goed aan? Ja. En je hoort dat die recepten telkens terugkomen in Aarschot. Ik zit er dan misschien een beetje tussenin. We zijn een stad die nu de K van 30.000 inwoners gepasseerd is. Je ziet de stedelijke context bij ons ook groeien. Wel daar geven wij een oplossing. Vincent van Quickenborne gaat ze ook in Kortrijk voorstellen, waarin we zeggen, laten we van heel dat binnencentrum, echt het kerncentrum, een fietszone maken. Ja. Een plaats waar voetgangers en fietsers baas zijn op de weg, maar de auto mag er wel in en die moet er traag achterblijven. Ja. Zo ben je bereikbaar, maar geef je eigenlijk ook een heel goede aanzet om meer te fietsen en meer te wandelen. En dat die combinatie, ik noemde dat daarnet zo, gezonde groei, de combinatie, niet te extreem, alle auto's moeten weg en iedereen beschuldigen die nog eens in de auto stapt, ook niet aan de andere kant, fietsers aan de kant rijden, goede weg vinden. Hè? Nee, maar ook daar zitten wij in het bestuur en wegen wij op het bestuur. Want u zei daarnet, jullie zitten erbij. Ja, we zitten erbij. En we zijn ook niet te beroerd om daar te zeggen, als er moet bijgestuurd worden, dan sturen we bij. Want ook dat is liberaal beleid. Hè? Houden wat goed is en voortdurend bijsturen wat beter kan. Ja. U bent gestopt als Vlaams parlementslid om deze campagne te voeren. Om deze campagne te voeren, nee. Ik ben een Ronde van Vlaanderen gaan doen. Ja. Ja. En ik ben in functie van de verkiezingen, mag ik hopen? Nee, in functie van het feit dat ik vind dat je, als je aan politiek wil doen, en ik ben een partijvoorzitter, dat je heel Vlaanderen moet kennen en misschien ook eens moet gezien hebben. En omdat ik wilde luisteren en praten met mensen in bedrijven, in scholen, in de sociale sector. Waarom ik dat vraag, is omdat u die combinatie dan een Vlaams parlementslid de Ronde van Vlaanderen niet zag zitten en gekozen heeft voor die Ronde van Vlaanderen. Maar jullie combineren wel, hè? Een burgemeesterambt met een parlementair mandaat. Ja. Hoe doet u dat? Dat is ook geen probleem. Nee, ik zie dat ook niet als een probleem, ik zie dat een tegenstelling. Nee, ik heb gewoon gevraagd hoe doet u dat? Ik zie dat vaak als een meerwaarde. U heeft ook omdat enerzijds... per dag, hè? Ja, dat is ook. En we zijn er ook heel intensief mee bezig. En soms stelt je de vraag, kan ik dit allemaal op dit tempo blijven volhouden? Dat moet ik zelf bekennen. Dat stel ik me soms de vraag van. Maar anderzijds is het ook wel een meerwaarde. Mm-hmm. Wij nemen de input die we krijgen op lokaal vlak, nemen wij mee naar Brussel. Onze voorzitter heeft daar straks het verhaal van de boskaart gezegd. Als wij niet aan de alarmbel hadden getrokken, dan was dat verhaal misschien lang vertrokken. Maar is er soms dus toch geen contradictie tussen dat lokale werk? Hè? Mechelen is in de statiegeldalliantie gestapt. Lees ik dan. Maar goed, in het Vlaams parlement hoor ik de liberalen zeggen, ja, statiegeld, daar gaan we toch nog wel even mee wachten. Dat is toch contradictorisch? Ik vind een keuze is die iedereen voor zichzelf moet maken. Ik ben 17 jaar burgemeester, na Louis Tobak, de langstetelende. Ik hoop dat je het verschil nog een beetje ziet met Louis. en ik ben ook al 18 jaar parlementslid. En
Ik heb die prijs gekregen van beste burgemeester, die trouwens niet voor mij is, maar voor de stad. En bij de vorige verkiezingen heeft ze wel de standaard als de morgen gezegd dat ik een van de beste parlementsleden ben. Dus maar lokaal zegt u statiegeld, daar moeten we vanaf. In het parlement zeggen liberalen, nee, daar moeten we nog even mee wachten. Ja, maar dat is niet helemaal juist. En, ik denk dat het omgekeerde waar is. En dat is wat Lydia zegt. Ik ben een betere burgemeester omdat ik ook in het parlement zit en weet wat er in de wetstraat gebeurt. En ik ben ook een beter parlementslid omdat ik heel veel lokale ervaring heb. Ja. En je brengt die mee naar het parlement en omgekeerd neem je de kennis van het parlement. We gaan het statiegeld laten voor wat het is. Ik heb nog 2 minuten. Ik wil weten hoe de VLD staat, Open VLD, pardon, staat tegenover dat tussenniveau, die provincies. Want we gaan ook nieuwe provincieraden kiezen. Ja. Er is een partij die nu al zegt, bij de volgende gewestverkiezingen moet dat terug op tafel liggen, de eventuele verdere uitkleding van provincies. Wat zegt uw partij? Ja, wij vinden dat er in dit land heel veel bestuursniveaus zijn en ook heel veel politici zijn. Dat mag gerust wat minder. En dus wij vinden als partij dat de provincies op termijn ook mogen afgeschaft worden. Maar je moet wel eerlijk zijn, we hebben net een grote hervorming achter de rug. De provincie plooit terug op haar kerntaken. En de taken die ze nu krijgt, die moet ze wel goed doen. En dus gaan wij positief naar al die provincieraadsverkiezingen met mensen die ervoor zullen zorgen dat de bevoegdheden die ze hebben, dat ze die ook goed gebruiken. De centen die ze daar besteden, dat ze die goed zullen gebruiken. Nadenken over de staatsstructuur, dat doen we graag. Dat doen we altijd als het maar staatsvermindering is. Maar dat is voor de volgende campagne. Nu gaat het erover wie zit er daar en wat doen ze ermee. Ja. Dat is voor de volgende campagne, inderdaad. Jullie gaan nu de volgende weken nog volop inzetten op de eerstvolgende campagne, die voor de gemeenteraden en voor de provincieraden. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar onze studio. Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open VLD, Lydia Peters. Ja. Burgemeester van Lutsen-Stokkum en Vlaams parlementslid Bart Somers vanuit Mechelen, burgemeester en ook Vlaams parlementslid. Beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Volgende week begint ook het commissiewerk opnieuw in het Vlaams parlement. Werk voor jullie dan. We gaan die opnieuw live uitzenden op deze zender. Bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.